In alle wedstrijden die wij tegen elkaar hebben gespeeld, heb je nooit van me gewonnen. Dat is waar, denk ik. Terrence? Ja. Klopt, hè? Ja. Op mijn 15e maakte ik al mijn debuut in de hoofdklasse. Niet waar. Dat is niet waar. In mijn achtertuin heb ik een eigen basketbalveld. Klopt, waar. Is te makkelijk? Ja, is te makkelijk. Ja. In Watford had ik een huis met 4 geiten in de tuin. Hoe moet ik dit weten? Niet waar. Nee, natuurlijk niet. Met die geiten. Nee, ik dacht even of Steve zo penthouse-achtig of een grote villa. Dus niet echt met dieren. Ja. Mijn jongste broertje speelt in de jeugdopleiding van Feyenoord. De jongste, hè? Dus die kleinste. Ja, ja. Eentje speelt in de City. Ja, en die andere, de jongste. Is waar. Niet waar? Is niet waar, Terrence. Nee. Waar speelt hij dan? Ja, ergens in Engeland. Ook in Engeland? Ja. Hij zat wel bij Sportclub Feyenoord, heeft hij gezeten volgens mij. Speelt. Ja. Vraag is, speelt. En nu zit hij? Hij speelt gewoon ergens in Engeland. Ja, waarom? Maar, of is dat geheim? Ja, ik weet het niet. Maar ja. Schuim. Dit is mijn broertje. Hij probeert even informatie in te winnen. Ja, die lacht van Steve. Nee, het is een broertje niet. Het is niet je broertje? Wacht even, wat is het? Ik weet het wel of niet. Wacht even, laat me denken. Nee. Het is toch gespierd ook? Nee, is het niet, nee. Yes! Nee. Zo, echt een random foto dit. Eh? Ja, dat is een random van een jongen die in het A1 speelt. Nee, we hebben die dag van Steve niet. Mijn vader was eigenaar van een winkelcentrum in Congo. Ja, maar is dat een feit of is dat gewoon gebaseerd op verhalen of wat dan ook? Nee, iedereen moet stil zijn. Oké, waar? En dan wil ik ook even die details weten van die winkelcentrum. Is niet waar? Had geen winkelcentrum? Nee, man. Mijn vader speelde in het Nederlands elftal. Nee. Geen respect voor mijn vader, man. Oh, wel? Oh, sorry. Ja, natuurlijk wel. Oh, sorry. Maar wat, Nederlands elftal eerste of in de jeugd? De eerste. Eén interland? Ja. Oh. Sorry. In Brazil. Sorry, meneer Berghuis. Ik scoorde ooit in een wedstrijd 2 keer. 1 in mijn eigen goal en 1 in de goede goal. Eredivisie of? Ja. Eredivisie. Een wedstrijd. Het is niet waar, het is niet waar. Wedstrijd op het hoogste niveau, daar gaat het om. Is niet waar. Is wel waar. Is wel waar. NEC uit, ja, beker. Wat is voor de beker? Oh, dat meen je niet. Ja, want laatst scoorde je tegen Roda, zeiden ze op tv dat het je eerste goal was voor Feyenoord. Eredivisie, ja. Zo, beker ook nog. Bij Watford heb ik Elton John ontmoet. Wie is dat? Oh, die zanger. Nee, Elton John. Kijk waar hij die naam zei. Nee, niet waar. Dat is wel waar. maar is er een foto? Hè? Ja, maar is er een foto? Ja, ik bedoel weet of het waar is, toch? Is er een foto? Ja, ik kan ook zeggen, ik heb Ronaldo ontmoet. Ja, maar... Ja. Nee, Elton John is de oud-club-eigenaar van Watford. Ja, maar ik ken ook niet die eigenaar van... Nee, laat me niks zeggen. Maar heb je een foto even? Nee, er is geen foto van. Wel dat hij bij ons in de kleedkamer kwam, dus kan ik je laten zien, man. Ik debuteerde tegen Chili bij het Nederlands elftal. Is niet waar. Welke dan? Ja, je moet ook feiten... Nee, Wales of Ecuador? Sterk, man. Ja, hè? Ja, dat is wel knap. Ja, ja. Dat is knap. Ik volg het wel, hoor. Dat was Ecuador, toch? Sorry? Ecuador. Ja. Tijdens mijn debuut voor VVV won ik met 2-1 van Feyenoord. Niet waar. We hebben een winnaar. Wacht. Nee, maar wacht. Hij stelde die vraag niet goed. Of hij zei het niet goed. Nog een keer?
Tijdens mijn debuut voor... Hier trap ik niet eens in, maar het is leuk geweest. Nee, maar geen stemmer. Dankjewel. Winnaar, Berghuis. Lekker zeggen.